mooiehuisjes.nl. En toen hadden we een hond in de auto. Ja. Yeah. Hij is zo mooi. Hey, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, samen van de Werf. Ja, dat zijn wij. En het is vandaag alweer zondag. Ja, zondag. 20 december 2020. Ja, en het is nu net 2:01. Ja. En wat wij vandaag gaan doen, dat is een hond ophalen en dat weer wegbrengen naar zijn hopelijk forever home. Ja, dus hebben we zometeen een lekker rit voor de boeg vanaf ergens Nederland naar weer aan de andere kant van Nederland, naar Eindhoven. Ja, precies dat. Dus ik ga gewoon lekker filmen onderweg en foto's maken onderweg. Dus dat zien jullie vanzelf al hier verschijnen later in deze leuke vlog. Dus voordat mijn intro heel lang wordt, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ben aan het filmen. Eerst dat. Het is de kilometerstand. Ja. Dag tellen. Ook niet zo snel. Dag tellen. Ja. Nee, gaat weer springen. Nee, je gaat te snel. Je gaat te snel. Je gaat te snel. Nee. 1, 2, 3, 4. Ja. Juist. Mooi. Even controleren. Precies. Wat de kilometers zijn. Oké. Okay. Top. Genot het. Maar dan moeten we daar dus wel even op houden om te kijken wat hij doet. Qua of hij dan niet weer terugspringt na zoveel kilometers. Na 99 gaat hij weer opnieuw tellen. Dacht ik. Ja, dus dan moeten we dat even bekijken. Komt goed. Ja, dus als ze 500 rijden, moet dat makkelijk kunnen. 500, ja, precies. Nou, we gaan het bekijken. Nou, zoals je ziet zitten we in de auto, in het totertje, zo zou mijn liefdallige mannetje zeggen. Mijn liefdallige vent. Ik heb het koud. Wij moeten zometeen eerst eventjes een hond ophalen. Dus we hebben zometeen een hond in de achterbak. Nu dus nog niet, helemaal niet. Nee, straks wel. En dan moeten we helemaal naar Eindhoven. Ja, ik ga het zo schrijven en ik ga even schrijven en dan gaan we erop uit. Ja, zo. Kijk, dat zeg ik. Dat redden we. Weer een stuk, Peter. Zie je dat? Hoi. Oh, dat bedoel ik. Ik ga even schrijven hoeveel kilometer we in totaal nu hebben. Nee. Ja, dat moet er ook even bij. Dus dat is handig. Scheelt weer. Dus dat. Zien hem al staan, daar aan het knipperen. Ja. Ik ga zo filmen. Helemaal goed. Wauw, ik heb hem op beeld. Yay, joepie. Yes. Heel snel. En want ik moest eventjes even namelijk een beetje inzoomen. Oh. Wauw. Maar nu gaan we ergens anders naartoe. Ja, ook leuk. Ja, we zitten nu in de Koentunnel en ik vind het ook een hele mooie tunnel. Maar niet zo mooi als onze tunnel. Nee. Ja, toen gingen we weer naar buiten. Zo vaak hebben jullie de Koentunnel niet gezien. Nee, precies dat. Zo. Het regent een beetje. Ja, maar ik moet de navigatie zijn. Voor mijn mannetje. Ja. Hier nog even rechtdoor. Even kijken. Ja, geen idee. Ik zal het toch even pakken. Kijk, mooiehuisjes.nl. Mooie groene huisjes. En dat tussen en de moderne huisjes ook, hè? Wauw. Genade. En is ook een leuk klein huisje. Heel klein huisje. Zometeen bij de verkeerslichtdekel op.
vent. Hé, kereltje. Hey. Nee, laag. Nee, even wel een stukje die kant op blijven, vent. Hey. Wij gaan even tanken. En wij gaan meteen kan tanken. In Volendam. Ja, Volendam. Bovenei. Nee. En daar gaan we niet naartoe. En naar Bovenei. Nee. Bovenei? Ja, Bovenei. Beneden. Dat weet ik niet. Ja. Kipeieren hebben we wel. En haneieren hebben we niet, hè? Haneieren. Nee, nee, we gaan even tanken en bij Volendam. En dan gaan we naar Eindhoven. En dan leveren we deze eventjes af in de opvang. Ja. Even afleveren in de opvang. Ja, je mag. Politiemuis. Achter ons. Kijk. Meneer Motormuisje. Die staat even goed op de vloer. Ja. Dus ja. Hij was zo aan het kijken. Wauw. Meneer Motormuis is leuk. Wauw. Wacht even. Geduld. Is leuk. Meneer Motormuis. Oh, hij was zo aan het kijken. Naar binnen bij ons. Oh, kikken. Ja, ja, eerst daar naartoe en dan toch maar weer die kant op. Ja, weer naar huis. Oh, om auto's en te controleren of zo? Te passeren. Okay. Waar rijdt hij? Oh, daar helemaal. Ja, gaat. Zo. Iets harder dan mijn standaard. Toen staan is. Oh, oké. Ja, ook goed. Wat hij wil. En daar hebben we een ding, maar hoe duur die is, weet ik niet. Een station. Ja, dat weet ik. Een Porsche. Ik ben blij als ik mijn nieuwe telefoon heb. Volendam, Landsmeer. Volendam is die kant op. Links. Maar ik weet, ja, dat is links, ja. En hoe duur is deze? 1. 52 euro. De ene ankertjes. Sorry, vent. Ik moet, nee, dit is en dit is met en met A met en nee. Dit, en dit gaat dan niet goed. Met pontje over. Terug. Return. Nee, hoe zeiden ze dat? Torren. Torren, ja. Torren, we moeten torren. Dat is een mooi parkeertrein. Dat kan niet. Ja. Zit op slot, ja. Ja, precies hier. En even iets meer gas, anders kom je hier. Dan gaat hij weer afslaan. Bijbeltank. Volendam. 1,52,9. Ja, nou ja, jammer dan, weet je. Dat is 2 cent duurder. Ja. Je minder rijden. Ja, Ro, prima. Ik vind het goed. Gecompenseerd. Ja, precies. Zo, ook weer een tunnel met allemaal blauwe lampjes aan de zijkant. Maar dat zien jullie niet. En gele lampjes. En rode lampjes. Maar wat voor tunnel dit is? Joost mag het weten, ik weet het niet. Daar hebben we witte lampjes. Daar. En daar hebben we rode lampjes. En hierboven hebben we oranje lampjes. En daar hebben we de uitgang. En nee, daar hebben we een looproute. En hier hebben we de uitgang. Daar hebben we alleen maar een plus. En ook een uitgang. Even kijken, nee. Wat is dit een lange... Ja, precies. Exit, onderzijde. Staat er ook veel op. Onderzijde. Dus je kan hier naar beneden dus. Oké, wauw. En toen gingen we de tunnel weer uit. Jee, licht. Het is beter. Wauw. Lekker.
Kijk, wat een mooie kerstboom. En deze hebben we toen ook gezien en dat we Rijka toe ging ophalen. Dat weet ik nog te herinneren. Mooi kerstboompje. Maar dat weet mijn ventje niet meer, maar ik wel. Alleen al die borden die en die verpestert. Dat vind ik niet leuk. Ja, ik krijg zo drinken, ik krijg zo eten, maar ik wil ook zo eerst wat. Mistlamp aan. Waarom heb jij je mistlamp aan? Dank je. Zo. We zijn hem even. Ja, ik wou net zeggen. Hij is een mislampje aan. Ik wou net zeggen, knal maar even door. Ik heb dat ding toch niet. Ga jij ervoor zitten? Ga even wat harder. Ga even wat harder dan. Ik. Ik kan toch nou niet zijn er wel? 103, kom. Aan de kant. 103, kom op. Ik ga even op de plan. Doei. Hou hem maar even in. Mag hem niet voeren. Dat scheelt weer. Ik wil die kerstboom erop hebben.nl. Mogen we even in je stuur zitten? Dit is een Diesel Harley, dat mag. Mooi. Ja, weet ik dat ook? Ga je zijn zo, met je tak-tak. Mag. Dit is ook behoorlijk te kleven. Ja, nou. Nou, toen stonden we even stil, want Roderick zijn gezicht die viel een stuk van weg, want hij kon zijn focus niet meer houden. Dus toen heb ik gezegd van nou, dan gaan we eventjes stoppen, eventjes fresh air, even frisse lucht. Dus hij loopt dus nu daar ook met hondje. Niet of jullie... Nee, ik kan niet inzoomen, dat was sorry. Normaal doe ik het gewoon zomaar, maar kan gebeuren. Dus ja, dus nu eventjes fris air, eventjes lekker. ben je lekker aan het knullen, schat? Lekker. Oh, wauw. Nee, maar gewoon nu eventjes fris air. Eventjes de achterbak ook even lekker open houden, kijk. Dat zien jullie ook. Ook al zit ik nou even in de kou. Wat heb ik er voor over? Ja. Yeah. Ik heb nog steeds rozen zonnebril op. Zo, even de maps even naar boven toe swipen. Ja, en waar zitten we eigenlijk nu? Ja, we zijn Zethoogbos. Moeten we nog, of die zijn wel voorbij? Ik zal even kijken en dan kom ik zo even op terug. Nou, ik heb eventjes gekeken. We zitten dus vlak bij de Maaspoort. Dus we moeten nog langs Zethoogbos toe. Langs, ja. Dus ja, dus daar moeten we dus nog langs. En dan het is nog ongeveer iets van 34 minuten rijden. Dus dan hebben we al een hele hoop gehad. Van bijna een uur. Dat was een uur. En bijna iets meer als anderhalf uur of zo. Dus dan hebben we al heel wat gehad. Dus nu eventjes, wat ik al zei. Even zijn beentjes strekken. En ik zie een hele hoop hier voorbij razen. Terwijl ik hier stilsta. Maar dat maakt niet uit. Dat geeft helemaal niet. Dus ja, dus dat. Dus, en we hebben eten en drinken helemaal mee. Dus helemaal goed. Helemaal top. Ja, yeah. Helemaal top, 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 top. Yes. Dus daar gaat mijn planning. Bank hangen. Netflix kijken. Wauw. Nee, maar oké, maakt niet uit. Alles weer voor een goed doel. Ja. Ja, dat weet ik. Kijk eens aan onze mooie kerstboom. Alleen deze kerstboom niet. Een beetje te veel licht. Pokkerding. Dan gaat hij weer zo meteen achter de bomen.
namelijk in die grote toren. En als je naar, en naar de dierenarts wil, dan moet je ook die kant op. Want dit is die toren die je dus altijd ziet. Waar loop ik? En dit is een mooie kerstboom. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Samen weer met jullie. Ja, ik zou zeggen, vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet hier het belletje aan te doen. En te abonneren. En dan ook daar het duimpje te doen. En dan juist ook een leuke reactie achter te laten. Wat jij nou van deze vlog vond. En heb je nou een vraag, stel die ook gerust. Want dan kunnen wij namelijk in het nieuwe jaar een Q&A opnemen. Dus ik zou zeggen, vond je het leuk? Doe even al het riedeltje. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Een dikke tuut op je snoet. Wanneer je het maar kijkt, 's ochtends, 's middags of 's avonds. Maak er een leuke dag van. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei!